Ik merk nu pas hoe vormend en leerzaam de periode is geweest op de universiteit. Je bent vooral bezig met persoonsontwikkeling, dus met jezelf en met wat mij betreft vaardigheden voor het leven. Dat betekent goed luisteren, maar ook de juiste vragen stellen, gevoeligheid ontwikkelen voor bepaalde thema's. Dat heeft mij heel erg gevormd wie ik als nu als mens ben. En dat is mijn gereedschapskist of rugtas van waaruit ik nu humanistisch geestelijk raadsman bij Defensie kan zijn.